Nou, mijn naam is Kees Hoogland. Ik ben lector aan de Hogeschool Utrecht. Ik vind het een grote eer en genoegen om hier te staan. Ik vind het echt geweldig, het werk wat jullie doen. Vooral omdat het gaat om kwetsbare leerlingen. En naast eten, onderdak en veiligheid is onderwijs, denk ik, toch het allerbelangrijkste wat je kinderen moet blijven geven. En voor hun ontwikkeling en hun verdere leven essentieel. Dus ik heb diepe bewondering voor de hectiek waarin jullie je werk doen. Ik ga het de komende 20 minuten even hebben over rekenen en wiskunde. Als u alleen met taal bezig bent en nu al direct mentaal begint af te haken, wil ik u toch vragen om er een beetje mentaal blij te blijven. Want u heeft daar ook een rol in. En ik ga het ook hebben over taal in het rekenen- en wiskundeonderwijs. Dit komt eigenlijk een beetje bij. Toerusten voor de gecijferde wereld, eigenheid van leerlingen versus conventies en de rol van taal in het rekenen- en wiskundeonderwijs. Dus die taal die komt zeker terug. Goed. Wat ik eigenlijk wil doen is, de komende 2 minuten wil ik even een beetje morrelen aan uw beeld van wat rekenen en wiskunde is. Ik weet zeker dat u allemaal daar een beeld van heeft, want u heeft allemaal op school gezeten. Als u nu een echte alfa bent, dan heeft u misschien ook wel wat negatieve ervaringen daarmee opgedaan. Dat zou zomaar kunnen. En ik wil gewoon even een beetje morrelen aan dat beeld. Dus maak uw hoofd even leeg. Laat de hectiek van de dag even achter u. En de komende 2 minuten laat die gewoon even op u inwerken. De wereld om ons heen is helemaal doordezemd van getallen, patronen en structuren. Elke dag nemen jullie tientallen, wat wij noemen, gecijferdheidsbeslissingen. Iedereen start de dag, wordt wakker en neemt zijn eerste gecijferdheidsbeslissing door te kijken op zijn smartphone, op zijn wekker, hoe laat het is en of hij nog even kan blijven liggen of haast moet maken. En zo de dag door word je voortdurend geconfronteerd met allerlei situaties waarin gecijferdheidsbeslissingen gedaan moeten worden. Dus de wereld is in toenemende mate ook aan het mathematiseren. En dat is een uitdaging voor het onderwijs. Het is ook een uitdaging om dat zeker in de ISK-context te doen. En daar hoop ik een beetje uw inspiratie te kunnen bieden hoe je daar mee om zou kunnen gaan. Het is niet alleen die gecijferde situaties, het zijn ook de mensen die handelen. Als je boodschappen doet, geld opneemt, naar de markt gaat, de krant leest, formulieren leest, overal zitten dat soort gecijferdheidsaspecten in.
En in toenemende mate zijn die ook echt onderdeel van de reguliere onderwijs. Als je kijkt naar de lange lijn PO, VMBO, MBO, dan gaat het over deze dingen. En als je aan deze dingen werkt, dan werk je ook aan voorbereiding op dat onderwijs. Dit is altijd een voorbeeldje wat ik even geef. Dit was de manier waarop de overheid in Nederland communiceerde met haar burgers over COVID. 80% van de informatie die hier staat is rekenwiskundige informatie. 15 jaar geleden zou deze website eruit hebben gezien als 2 kolommen tekst. Zo is het veranderd. 30 jaar geleden stonden er nog geen websites. Dus zo is die ontwikkeling gegaan. Hè? Dus is dat hele talige doel. En we zien nu heel erg een... Dus wat wij heel erg zien is, wil je dat rekenwiskundig gedrag, dat gecijferd gedrag verbeteren, moet je een soort geïntegreerde aanpak hebben die gaat over kennis en vaardigheden, maar ook een context waarin het gebeurt. Hogere orde vaardigheden worden steeds belangrijker. Dus het interpreteren van getallen, begrijpen wat getallen zijn, redeneren met getallen die je tegenkomt in het dagelijks leven. En dat is ook in toenemende mate gewoon de inhoud van het vervolgonderwijs. Zeker op VMBO en MBO. En ook de houding is heel erg belangrijk. Het vermijden van rekenangst, vermijden van wiskundeangst, verder bouwen op wat leerlingen al kunnen, is cruciaal, zullen we zeggen, om een rekenwiskundige ontwikkeling door te maken. En dat is niet vanzelfsprekend, want rekenen en rekentoetsen, en kale rekentoetsen, zijn heel vaak gebaseerd op selectie en meer, minder dan op ontwikkeling. En kunnen ook gewoon bijdragen aan al aanwezige rekenangst. Dus dat is wel goed om te bedenken. Niet makkelijk natuurlijk om dit zomaar allemaal even te doen. Dus dan gaan we proberen ook een beetje concreet te maken. Even om wat idee te geven hoe de ontwikkeling is in het reguliere onderwijs. Ik weet niet hoe u ook die ontwikkelingen volgt. Er is net een voorstel geweest voor de nieuwe kerndoelen voor basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. En dat was mij een groot genoegen. En daar hebben we ook wel een beetje op aangestuurd. Dat daar ook echt een onderdeel wiskunde en de wereld in zit. Wiskunde in de werkelijkheid, wiskunde in andere leergebieden en de interne samenhang tussen al die domeinen. En dat is echt een belangrijke ontwikkeling die ook steunt, zullen we zeggen, om zijn aanpak te doen. Er is ook internationaal veel onderzoek gedaan naar hoe rekenen wiskunde eigenlijk in andere culturen, andere landen is. Alan Bishop is een grootheid op dat gebied en die zag dat eigenlijk in alle culturen waar je bent, ik heb heel veel gewerkt in het buitenland, ook in Indonesië, Zuid-Afrika, Wit-Rusland, waar je ook komt. Ik heb wel eens 2 uur in een busje door de jungle van Sumatra gereden. Dan kom je bij een kampongschool. Dan zijn dan kinderen die krijgen rekenles. Zo is het gewoon. En er zit heel veel overlap in. Want zeg maar de big ideas van rekenen wiskunde die zijn overal hetzelfde natuurlijk. Maar de culturele representatie daarvan is wel echt verschillend. En dat is wel goed om te bedenken. Dus heel veel overlap, maar ook wel verschillen. En dat heeft te maken met taal en conventies. Soms denken wij dat de hele wereld gewoon opschrijft 3 keer 4 is 12, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Iedereen, bij iedereen is wel 3 keer 4 12, hè, by the way. Dus, maar de manier waarop je het opschrijft, de manier waarop je ernaar kijkt, hoe je het gebruikt, is wel echt verschillend. Laat staan nog van de notaties daarvoor. Dus dat is het idee. Dus 2 keer 3 is altijd overal 6, maar de manier van opschrijven, onthouden, automatiseren kan anders zijn. 2 keer iets is 10, dus iets is 5. Is gewoon een vergelijking, maar die worden echt in andere landen ook op andere manieren opgeschreven. Dus het gaat er juist om dat je die big ideas, als het ware, wel doet. Maar dat je wel rekening houdt dat leerlingen misschien een achtergrond hebben die dat op een andere manier hebben vormgegeven. Nou, die andere voorbeelden kunt u wel lezen. Een van de dingen die we zien gebeuren, die echt wel effectief kunnen zijn, is dat leerlingen een soort eigen rekenwiskundeschriftje hebben, waarin ze opschrijven hoe zij dingen doen die ze al kunnen. Dat is ook in de intake zou je dat al bijna kunnen maken. En daarbij ook bijhouden hoe dat dan hier gaat. En soms moeten ze, die conventies kunnen ze gewoon blijven gebruiken, bij wijze van spreken. En soms moeten ze toch aangepast worden, omdat in het vervolgonderwijs in Nederland dan nou eenmaal zo gedaan worden. Maar er zijn heel veel dingen die ze gewoon op hun eigen manier kunnen blijven doen, zeker als ze het al kunnen.
Het is heel erg vervelend voor leerlingen die ooit kunnen, dat ze dat nog een keer moeten reproduceren, maar dan op een heel andere manier, zeg maar. Omdat de conventies anders zijn. Dus dat is echt wel zonde als dat zo gebeurt. Ik zou iets over taal in reken- en wiskundeonderwijs zeggen. We zien zo langzamerhand natuurlijk wel echt een splitsing tussen het formeel rekenonderwijs, zeg maar met de formele notatie zoals we gewend zijn, dus de kale, achtige dingen, rijk aan abstracte symbolen, weinig taal, niet cultureel uniform. Maar we zien in toenemende mate eigenlijk de aandacht voor functioneel rekenen en wiskunde, waar eigenlijk geen abstracte symbolen in zitten en waar het echt vooral gaat hoe het in de wereld om ons heen gebruikt wordt. En dus voor die hele reeks PO, VMBO, MBO, dus als je leerlingen hebt waarvan je vermoedt dat die in die stroom terechtkomen, is het echt van belang om aan dat functioneel rekenen te werken. En daar ook, bij functioneel rekenen hoort ook gewoon direct gelijk het gebruik van rekenmachines en tools. Die zijn er gewoon en zijn in deze programma's allemaal gewoon toegestaan. Waarom? Omdat ze er zijn. Het is de realiteit op dit moment dat als je gecijferdheidsbeslissingen neemt, dat je daar die tools voor gebruikt. Je moet natuurlijk wel een basis hebben van rekenfeiten. Daar kan je ook aan werken. Dus het is helemaal niet verkeerd om met kale sommen dingen te oefenen. Maar alleen maar kale sommen doen, dan blijf je alleen met lagere orde vaardigheden werken. En dan werk je zeker niet aan de goede doorstroom. En dat is best wel ingewikkeld, want er is een tijd geweest, zeg maar tussen 1950 en 1975, waarin dat gewoon dominant de manier was waarop je de gecijferde wereld gebruikte. Namelijk, je moest dan met pen en papier dingen uitrekenen voortdurend, want dan bestonden nog geen rekenmachines nog. En daarna zagen we rekenen in contexten die 25 jaar daarna, dus voor de 2000, toen kwamen al die toepassingen als het ware in het onderwijs. En nu zien we rekenen veel meer als gewoon het onderdeel van de maatschappij en het omgaan met dingen. Maar het probleem is dat heel veel opgaven, heel veel methodes zitten eigenlijk nog in het 1975-2000 verhaal. Namelijk een toepassing. Ik kan deze opgave kan ik met gemak aan Moosjes fileren, want ik heb hem zelf geschreven. Dat ik auteur was van moderne wiskunde in 1995. Zo deden wij dat toen in WordPerfect 4.2. Je dacht, wij moeten de werkelijkheid in de methode hebben. Dus moeder gaat naar de markt, zij heeft bananen nodig. De bananen kosten zoveel, ze betaalt maar 25 gulden, ze krijgt zoveel geld terug. Hoeveel krijgt ze terug? Vul het hier beneden op de puntjes in. Ga daarna naar de volgende bladzijde en lever er rond af op 3 decimalen. Nou, heb je de werkelijkheid de klas ingebracht, maar je hebt ook zo'n lab tekst de klas ingebracht. En dat is een van de redenen, omdat al die boeken nog hiermee volstaan, en die toetsen vaak ook. En mensen zeggen, ja, laten we alsjeblieft dan maar voor ISK, want dit is natuurlijk niet te doen voor leerlingen met een andere taalachtergrond. Dus laten we dan maar kale sommen gaan doen. Nou ja, wat ik ga proberen is te kijken of we daar ook beter over na kunnen denken. Nou ja, dit is nog erger. Dit is gewoon pure, formele, abstracte wiskunde met een flauwekul verhaaltje eromheen. Dit is een wiskunde A-examen, VWO, op dit moment. Goed. Echter. Echter, als je gewoon dingen gebruikt die in het echt voorkomen, grafiekjes, tabellen, huppeldepup, dan kijk je naar het plaatje en kan je eigenlijk zonder zelfs als je de taal kent, kan je al een idee krijgen waar het over gaat en wat een voorstelbare vraag daarbij zou zijn. En dat maakt wel heel erg uit. Ik heb daar ook dikke kaders omheen gezet. Het is gewoon ontzettend van belang dat de context, de situatie uit de werkelijkheid waar je wat mee wil, dat je die als het ware zo authentiek mogelijk isoleert en losmaakt van een vraag die je daarover stelt of zelfs een specificatie die je daarvoor geeft. Dat is het blauwe.
Hetzelfde geldt hiervoor. Oh. Je hoeft eigenlijk niet te kunnen lezen wat er staat. Maar die context is natuurlijk die tabel. En eigenlijk snap je gelijk waar het over gaat. Als je minder dan 50 koopt, betaal je 19 centimos. En als je er meer dan koopt, betaal je 15 centimos. Ja. Dus de vragen zijn ook vanzelfsprekend. Maar het is wel goed te realiseren dat je dus met authentieke contexten, die gewoon een verhaal vertellen, leerlingen al heel snel kunnen interpreteren, ongeacht taal. En dat gele is dan een soort specificatie en dat blauw is de vraag. Dus de hele toetsen en dat soort dingen op dit moment, die zijn echt gevuld nog met allemaal word problems. Dus hele talige beschrijvingen van contexten met vraagjes daarover. Dat noemen we word problems. Dus de situatie uit de werkelijkheid wordt talig beschreven. De situatie wordt talig beschreven, de opdracht wordt talig beschreven, nadere instructies worden talig beschreven. En als het tegen zit, ook nog allemaal in hetzelfde lettertype onder elkaar. Zodat je ook vooral geen onderscheid kan maken tussen de functie van de taal in die opgave. Nou, dat kan met gemak tegenwoordig anders, want we zijn verder dan WordPerfect 4.2. We kunnen plaatjes zomaar in schoolboeken zetten. Dus wat echt van belang is voor deze leerlingen, is dat de situatie uit de werkelijkheid zo authentiek mogelijk wordt gerepresenteerd. En vergis je niet, als je authentieke dingen uit folders, uit kranten, uit websites neemt, werk je ook gewoon aan burgerschap voor deze leerlingen. Aan het voorbereid worden op de maatschappij waar zij gewoon in terecht zijn gekomen en waar ze misschien wel 15, misschien wel de rest van hun leven komen. Dat is namelijk gewoon wat ze gaan doen straks. Namelijk websites interpreteren, tabellen interpreteren, formulieren interpreteren, proberen goed in te vullen, enzovoort. Dat is het rekenwiskundeonderwijs op dit moment. En dan kan je die situaties kan je gewoon doen. En daar kan je jezelf op trainen als auteur of als ontwikkelaar. Verzamel gewoon interessante, leuke, betekenisvolle situaties voor deze leerlingen. Waar je gewoon een voorstelbare vraag over kan stellen. En hou dat verder gewoon simpel. Dus maak die specificaties zo kort mogelijk, die opdracht zo kort mogelijk. Je hoeft echt niet heel lang te zoeken om honderden van dit soort situaties te vinden. Foldertjes bij de Albert Heijn. Elke week opnieuw. Autokampioen. Helemaal vol met tabellen, grafieken. Formuletjes met procenten enzovoort. Dus presenteer de context. Stel er gewoon een simpele vraag over. En het is zelfs nog interessant dat je bij de taal, sommige contexten behoren gewoon bij, of sommige contexten hebben taal in zich. Daar hoort taal bij de context. Die moet je ook gewoon vooral laten staan. Niet vertalen, want het is nou even de context waarmee ze geconfronteerd worden. De vraag die je stelt, zou je best ook kunnen vertalen. Ik kan dit in Google Translate, dus dan kunnen jullie het ook. Ik weet niet of het correct is, misschien wel handig om. Dus als er hier mensen Oekraïens of Arabisch spreken, hoor ik graag of er niet verschrikkelijke dingen staan nu. Nou ja, hier gewoon zo'n busbord. Vooral laten staan, want zo komen ze tegen, zo zien ze eruit. Die specificatie kan denk ik nog wel korter. Die hoeft niet zo, kan minder talig nog, met pijltjes of ze stapt daarop, hoe lang duurt het. Korte vraag kan eventueel in andere talen of mondeling gesteld worden. Dus bij de context kan je ook gewoon over praten en mondeling vragen overstellen. Dus om in de pauze over na te denken wat voor vragen je hierover zou kunnen stellen. Goed, kortom, contexten hoeven niet altijd talig te zijn. Taal die echt onderdeel is van de context is betekenisvol en vaak redelijk snel te interpreteren en te begrijpen. Taal die specificeert of de opdracht formuleert is veel moeilijker. Dat kan bijvoorbeeld opgevangen worden door groepswerk of mondeling of vertaald. Dat is een beetje een beeld van hoe je naar het huidige rekenen. Wat praktisch gezien waarschijnlijk wel voor de hand ligt, is dat er een tweesporenbeleid komt. Dat je misschien wel
toch kale sommen doen met die leerlingen, omdat ze helemaal nog geen taaldingen hebben, daar een beetje mee oefent. Maar je moet je altijd realiseren, dat kan niet genoeg zijn. Dat andere is namelijk hoe in de praktijk het vervolgonderwijs er veel uitziet. En dat functionele rekenen moeten samen, ja, dat zal heel erg van de situatie afhangen wat de leerlingen daarmee kunnen, in welke fase van hun taalontwikkeling en leeftijd en dat soort dingen er zijn. Maar vergis je niet, kinderen zijn heel goed in staat om betekenisvolle, authentieke contexten te interpreteren. Een advertentie in Nederland voor mobieltjes, zullen ze heel snel. Dus beperk je ook niet tot de Nederlandse procedures, de Nederlandse manier van opschrijven, maar houd het een beetje op die big ideas, interpreteren van die dingen, doe eens wat met die getallen in die context enzovoort. Of je maakt nog een drie-sporen-beleid en dan komt iedereen eigenlijk in de picture, rekenbewust vakonderwijs. Dat ook als je taal geeft, en je komt dingen tegen, en je komt een tabelletje tegen of zo, dat je ook met die leerling daar eens naar kijkt en over vraagt. En want uiteindelijk, om het interpreteren van die werkelijkheid heb je gewoon tegenwoordig. En dat zijn eigenlijk de drie basishoekstenen van basisvaardigheden. Gecijferdheid, geletterdheid, digitaal vaardig. Dat wordt internationaal op dit moment ook gezien als de hoekstenen van. Vergis je niet, er zijn meer laaggecijferden in Nederland dan laaggeletterden. Dus over een paar jaar hoop ik dat hier de mensen die zich bezighouden met rekenen, wiskunde en met taal ongeveer 50-50 is. In plaats van 95%, 5%, schat ik zo in. Wilt u meer praktisch aan de slag? Er is straks een workshop van Karin Heinsman. Als u daar niet voor gekozen heeft, volgend jaar beter of neem contact met ons op. Dan kunnen we ook op locatie van alles doen. Maar er zijn ook andere hogescholen bezig. Een ander lectoraat bij onze hogeschool, meertaligheid, is daarmee bezig. Maar ook op Fontys, Alexander Schullemeijer is met dit soort dingen bezig. Daar wou ik het even bij laten. Ik hoop dat ik uw beeld van rekenen wiskunde een beetje heb opgerekt. En dat u niet meer normaal om u heen kan kijken als u nu verder op straat loopt. En overal die tabellen, die getallen, die procenten voortdurend ziet. Dank u voor uw aandacht.